Door de Burchtstraat rijden normaal gesproken ruim 50 bussen per uur. De halte is nu door werkzaamheden tijdelijk opgeheven. En daardoor is het een stuk rustiger in de straat. Ik ga wel regelmatig met de OV, dus ik vind het eigenlijk wel handig dat de bussen hier rijden. Bijvoorbeeld, ik heb een stage in Bemmel gehad en dan moet ik de bus naar Nijmegen terugpakken naar het station. Dus ik vind het eigenlijk wel handig dat die bussen rijden. Ik denk dat mensen die hier shoppen en die hier wonen dat wel wat minder vinden. Maar ik vind het op zich wel fijn. Voor een student is het althans fijn. Ik vind openbaar vervoer wel belangrijk. Ook dat dat beschikbaar is voor mensen op veel plekken. En dat het betaalbaar is. Dus ja, ik loop een beetje op twee sporen daarin. Voor mij hoeven er geen bussen door het centrum heen. En sowieso geen autoverkeer. Het is, voor voetgangers en fietsers is het gewoon plezieriger om niet steeds op snellere voertuigen te hoeven te letten. Nou, het was me nog niet opgevallen eerlijk gezegd. Maar nu je het zegt is het wel een stuk rustiger. En minder gevaarlijk om over te steken. Normaal wil je oversteken en dan word je af en toe half aangereden door een bus die nog even van achterlangs je wil passeren. Dus dat is ontzettend fijn. Ja, het scheelt ook in het geluid denk ik. Dus ik ben helemaal voor. Ja, ik heb hier dichtbij gewoond en dan is het super chill dat er alsnog een bus dichtbij stopt. Maar als je hier loopt is het eigenlijk gewoon heel vervelend omdat je constant op moet letten voor bussen. De bussen mogen er best doorheen. Er is ruimte genoeg. En het is wel makkelijk toch dat je kort bij de winkels kunt uitstappen. Ik moet zeggen dat ik niet heel veel verschil merk omdat er heel veel vrachtwagens en auto's alsnog doorheen rijden. Dus ja, ik vind het wel echt altijd heel jammer dat er bussen rijden, omdat je bijna van je sokken gereden wordt. Het trottoir is breed genoeg, je moet gewoon opletten. Ja, we steken natuurlijk wel eens zo over, en niet om te kijken, maar het is breed genoeg eigenlijk hoor. Nee, ik ga nooit met de bus, in ieder geval niet hier naar het centrum. Dus ja, het maakt mij niet uit. Als werkzaamheden voorrang hebben, prima, moet gebeuren. Nou, het lijkt me misschien wel moeilijk om andere alternatieve routes te bedenken. Dus het is een stad en het is gewoon druk, dus je moet gewoon goed opletten. Dus het maakt mij niet zoveel uit eerlijk gezegd. Nou, het is voor mij niet zo handig, want ik ben op het ogenblik afhankelijk van de bus. En dat duurt veel langer van A naar B dan voorheen. Het ligt natuurlijk wel aan in welke straal je dat doet. Maar ik denk als je net buiten die hoek daar zit, dat het ook prima is, dat het prima te lopen is. Dus op zich hier geen bus, prima. Thank you.